dat was een beetje vandaag het geval. Wat zegt deze wedstrijd over? Goedenavond, het Nederlands elftal speelt ver van huis. Toch een thuiswedstrijd in Aveiro. U zult het straks zien. Het stadion is bijna volledig oranje. U ziet wat kopstukken van de tegenstander van het Nederlands elftal. Met onder andere Jan Koller. De 2,2 meter lange spits waar Jaap Stam ongetwijfeld uitgebreid mee te maken krijgt vanavond hier. En ook een aantal spelers van Oranje wordt hier voorgesteld. Zoals Ruud van Nistelrooy. Die zijn eerste goal op een Europees kampioenschap maakte. En de kroonprins is onder andere aanwezig. Zoals de staatssecretaris Clemens Ros van Dorp. En meer notabelen zijn ingevlogen. En ook de gewone voetbalsupporter is er veel dus. Er kunnen ruim 30.000 toeschouwers in het stadion. Nou, een kleine gok lijkt het toch dat het er meer dan 20.000 uit Nederland zijn. Wat Tsjechen, wat Portugezen en ook de rest van de wereld is vertegenwoordigd. Veel gespeculeerd over die stand in de pool. De feiten zijn gewoon dat de Tsjechen 3 punten hebben en Nederland 1 punt. En dat winst tegen de Tsjechen wel erg interessant zou zijn. Met 4 punten is er dan werkelijk een brug naar de volgende ronde op een redelijk makkelijke manier mogelijk. Maar wat is makkelijk als we Letland in deze pool zien dat tot vlak voor tijd gewoon leidde tegen Tsjechië. En dus 0-0 speelt tegen Duitsland. Er zijn 4 serieuze teams in Pool D. Aanvoerder Philip Cocu en de andere spelers van het Nederlands elftal. Scheidsrechter dus een. Volg Euro 2004 op de voet. Met T-Mobile kun je alle doelpunten als foto of video op je mobiele telefoon ontvangen. T-Mobile. En daar zijn ze dan. De spanning is te voelen. Fluitsignaal is gegeven. Oh, wat een mooie beweging. Hij is er 1 voorbij. En nog 1. Hij heeft alle ruimte. Publiek vindt het prachtig. Mooie draai. Oh, moet je zien. Tussen zijn benen door. Mooie controle. Hij gaat door. Nog steeds door. Hij heeft gescoord. Wat een fantastisch team. Hyundai en Euro 2004. Franse coupe, €30. Italiaanse kousen, €17,50. Duitse tourbus, €325. Zwitserse bellen, €25. Zweedse stijl, Spaanse passie. Nederlands trots. Een uitbundig Europa, onbetaalbaar. Sommige dingen zijn onbetaalbaar. Voor de rest Mastercard, de ideale creditcard. Trotse sponsor van Euro 2004. Volg ook Oranje op de voet. Kom alvast in de stemming en download de leukste extra's voor je mobiele telefoon. Het Nederlands volkslied als ringtone, foto's van Oranje spelers en nog veel meer. De Santa Fe Motion, helemaal compleet met 17-inch velgen en climate control. Bij de ING Bank doen wij er alles aan om het geld van onze klanten zo goed mogelijk te laten presteren. Maar mensen hebben vaak geen idee hoe het in zijn werk gaat. Kijk. Er zijn verschillende soorten geld. En elk soort heeft zo zijn eigen aanpak nodig. Op deze afdeling bijvoorbeeld, lui geld. Ga een beetje actief maken. Zijn allemaal moe! Grote bedrijfswinst. Stond een beetje aan zijn neus te vreten op een rekening courant. Tegenovergestelde kan ook. Speculatieve, malafide fondsen, roekeloos geld. Je hebt de hele elftal achter de bal. Ja.
En als dit soort dingen kunnen dus eigenlijk, moeten dus niet kunnen voorkomen. Maar vast... Het is zo jammer dat het gebeurt. Want anders staat het nog 2-0. Jawel, maar goed, je moet toch ook zeggen dat de Tsjechen toch een uitstekend team hebben. Spelen uitstekend voetbal. En het is nog niet gedaan. En het is nog lang niet gedaan. Hoe nu verder? Wat moet advocaat tegen zijn spelers zeggen? Wat zou die moeten zeggen? Twee dingen moet je dus zorgen dat je je veldpositie handhaaft. Die heb op een gegeven moment gezien, de eerste wissel die hij maakte met die Smissen die erin kwam. Toen kreeg hij een offensieve rechtsback. Ja. Dus er kon Robben kiezen dat hij linksback moest gaan spelen. Poborski. Toen gingen ze dus wel een beetje veranderen. Dus dat Davids en dat Robben meer in binnenkant. Maar ik denk dat het grootste probleem dus zit in de opbouw. Dat je daar te snel balverlies hebt. Moet er gewisseld worden? Nou, van huis uit hoeft het nu niet. Maar ik denk wel dat het goed is om de boel goed te verdelen en dat je op het juiste moment een ander inbrengt. Ja. Het is nog een beetje tricky, hè? Jawel, nogmaals, het begint van achteruit. Je hebt een hoop linksbenen die dus altijd de ruimte naar links zoeken. Ja. En je ziet dus dat die ruimte er ligt, maar ze gaan een beetje in mekaars verlengde staan. En er is eigenlijk niemand aan speelbaar. En dat is jammer. Dat zit dus meer tussen Bauma en Bronckhorst. We moeten het hierbij laten voor dit moment. Dankjewel, Johan. We zijn zo bij u terug voor de tweede helft van deze wedstrijd. Tot zo. We'll be right back.